Op een oude vulkaankrater in Praag staat een burcht. En in die burcht, daar woonde een schrijver. Dat was Kafka. Kafka is bekend van de verstikkende bureaucratie in het Tsjechië, wat wij allemaal wantrouwen vanwege het verstikkende communistische socialisme. En ineens heeft Nederland de Kafka-brigade en hun directeur Arjan Witlak is vandaag bij ons bij Café Weltschmerz. Arjan, welkom. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Je hebt een, om meteen met de deur in huis te vallen, jij hebt een nieuw boek. En jouw eerste boek. Dat klopt. En dat heet De Digitale Kooi. Nou, Kafka Brigade is natuurlijk al een prikkelende naam. En dan De Digitale Kooi nog prikkelender. Wat is, even in het kort, wat is De Digitale Kooi? Waar gaat je boek over? De Digitale Kooi is het fenomeen dat mensen eigenlijk gevangen raken in de administratie van, ik zou bijna zeggen, de bureaucratische cloud. Omdat ze door gegevensuitwisseling worden er fouten verspreid over allerlei overheden die niet gecorrigeerd kunnen worden. En zo worden ze eigenlijk gevangen in een onterechte situatie. Waar ze, en dan schrijven ze loket A aan en dan heeft loket A keurig de wet gevolgd en zegt loket A, wij gaan er niet over. Ja, maar ik heb dit probleem en dat moet u dan aanpassen, maar dat kan hun systeem niet aan. En dan moet u naar loket B. En bij loket B zeggen ze, wij gaan niet over de administratie van loket A, maar we maken wel gebruik van de informatie die loket A ons aanlevert via bijvoorbeeld Siri. Ja, Siri, hoe dat gaat uitpakken, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar ik denk wel hè, dat bijvoorbeeld de criteria die in het boek staan misschien aardig zouden zijn om eens tegen Siri aan te houden, om daar eens op te toetsen. Want het zijn eigenlijk een aantal beginselen waarvan je zegt, hier zou eigenlijk je gegevensuitwisseling als overheid aan moeten voldoen. Wil je geen ellende veroorzaken voor onschuldige burgers? Heb je veel voorbeelden in het boek staan? Er staan heel veel voorbeelden in het boek, maar er staan eigenlijk 3 voorbeelden heel uitgebreid beschreven. Omdat het is toch wel ingewikkelde materie. Gelukkig, want dat is het probleem van verstrikt raken in zo'n kooi. Ja, is dat het eigenlijk heel complex. Ja. Je raakt verstrikt in de complexheid. Ja, zonder meer. En niet alleen die burger overigens. Ook de overheid zelf. De overheid zelf. Ze snappen het zelf ook niet. Dat is het echt enge. Dat is het echt enge. Dat niemand echt in control is. En dat laten we ook zien waarom dat. Ik denk dat dat ook het meest interessante is van het boek. Want ik denk dat we heel veel van de problemen die mensen uit de 3 verhalen die er uitgebreid in staan overkomen, die zijn niet onbekend. Hè? Jij stuurde mij ook een linkje over waarom daklozen geen zorgverzekering krijgen bijvoorbeeld. Vervolgens een boete krijgen omdat ze geen zorgverzekering hebben. Precies. Die fenomenen zijn niet onbekend. En dan geen adres hebben omdat ze dakloos zijn en dus niet weten dat ze die boete hebben. En dan worden ze opgepakt en dan hebben ze ineens een boete van 3000 euro. Zo gaat het exact. Ik ken ze. Ja. Ik heb het begrepen via internet, ja. Het grappige is, veel van die problemen die zijn wel bekend. Wat denk ik niet bekend is dat bijna daar een enorme groep problemen eigenlijk dezelfde soort oorzaken heeft. En vooral niet, waarom kunnen we die fouten nou niet herstellen? Hoe komt het nou? Want dat is eigenlijk misschien toch wel het hele wonderlijke. Dat op het moment, nou laat ik even één voorbeeldje nemen van zo'n verhaal. Hè. Er is een dame die in het boek figureert, die heet Saskia. En op een goede dag wordt Saskia's auto gestolen. Ze gaat naar de politie in Rotterdam om aangifte te doen. En na verloop van tijd krijgt ze een oproep om die auto APK te laten keuren. Dat is vrij lastig als je die auto niet hebt. Helder. En in eerste instantie was haar gedachte natuurlijk gewoon, ach, die aangifte is nog niet verwerkt. Wat gebeurt er nou? Zij moet natuurlijk officieel bezwaar maken bij het RDW eigenlijk. Nou, dat is een hele leuke vraag. Bij wie zou ze eigenlijk bezwaar moeten maken? Jij zegt nu bij de RDW alsof dat vanzelfsprekend is. Ja, maar kan niet tegen die oproep om de APK te keuren. Want heeft de RDW die auto op haar naam gezet? Nee. Nee, dat heeft de politie in Rotterdam gedaan. En dat weet die agent waarschijnlijk niet eens dat hij dat gedaan heeft. Dat is de gegevenskoppeling van de politie in Rotterdam naar de RDW. En die neemt een automatische beslissing zodra die door, hè, want die wordt blind gevolgd, krijgt ze automatisch een APK-keuring. Op het moment dat die in de RDW zit, maakt ook de Belastingdienst daar weer gebruik van. Dus ze krijgt ook weer een belasting.
voor zo'n burger is het natuurlijk bijna als een wonder. Zo'n pak papier binnen 3 maanden. Ook dat. Maar het is voor zo'n burger bijna natuurlijk een wonder dat dat eigenlijk komt door die politie. Deze burger ontdekte dat ook pas. Ja, die had een advocaat, hè, die misschien had kunnen zeggen wat jij zegt. Maar ze had natuurlijk geen bezwaar moeten maken bij de RDW. Maar bij de politie in Rotterdam. Maar hoe had ze dat moeten weten? Ja, en dan is, zegt de politie in Rotterdam, er is geen formele manier om bij ons bezwaar te maken tegen dat wat de RDW u nu zegt. Klopt. Nou ja, sowieso, je kunt je afvragen of het... Het is een vaak een moment dat je zo zit. Ja. En nu? Ja. En dan is er dus geen oplossing. Althans, je komt er niet zomaar uit. Je komt er niet zomaar uit. Er zijn, hè, dat is eigenlijk een van de we hebben een stuk of 10 mechanismen in het boek staan. En dit is eigenlijk een van de eerste mechanismen, is dat een fout zoals deze. Want wat was eigenlijk de fout hier? De fout was dat die politie, die had een dag nadat zij aangifte had gedaan, hadden ze die auto weer teruggevonden. Dat hebben ze als vanzelf. Hè, ja, maar dan wordt hij in beslag genomen en voor sporenonderzoek wordt hij bij de domeinen neergezet. En dan ben je maanden kwijt. Dat is mij ooit gebeurd. Ik was ooit een motorfiets kwijt. Ik wist waar die stond. Mm-hmm. Ik heb ze aangewezen. Daar staat hij. Dus de politie hem gaan halen. Dat was de paarse krokodil. Daar maar staat hij. En ik heb hem nooit meer teruggezien. Mm-hmm. Oké. Okay. Want ze hadden hem voor sporenonderzoek in de regen gezet. Oké. Okay. En waarom heb je hem nooit meer teruggezien? Ja, nee, ik heb hem wel teruggezien, maar compleet kapot natuurlijk. Oké. Dus dat heb ik ook een keer meegemaakt, dat er dus iemand had een aanrijding gehad. Ja. En de hele motorkap lag van die auto af. Maar het was een hele kostbare auto. Mm-hmm. En dan neemt de politie die auto mee voor onderzoek. Maar die motorkap ligt eraf en het dreigt te gaan regenen. En dan veroorzaakt de politie dus, door dat ding in de regen te zetten, mm-hmm, en dan te zeggen, u mag er niet bij, want hij staat achter een groot hek met camera's, veroorzaakt de politie dus dat er er lag een motor in van met een waarde van ongeveer 25.000 euro, mm-hmm, dat die motor helemaal aan gort ging. Mm-hmm. Dus hij kreeg uiteindelijk die auto terug met een compleet kapotte motor. En dan zegt de politie, ja, maar ja, wij hebben rechtmatig, mm-hmm, die auto voor schouwing, mm-hmm, onder ons genomen. Dus die schade, ja, dat was uw risico. Ja. Dat soort dingen. Dan denk je dus, doe dan maar niet een onderzoek naar hoe die aanrijding heeft kunnen plaatsvinden. Want dan had ik nu nog mijn auto gehad. Ja. Ja. Precies hetzelfde bij mijn motorfiets. Ja. Maar goed, in dit geval maakt het helemaal niet zoveel uit waar die auto heen ging. Wat eigenlijk veel meer uitmaakt, is dat het feit dat die auto wordt teruggevonden, dat wordt wel doorgegeven aan de RDW en aan de Belastingdienst. Hè, volautomatisch, dat weet die agent misschien niet eens. Maar ze zijn het vergeten te vertellen aan die mevrouw zelf. En eigenlijk is dit gewoon een menselijke fout. Ja. Maar die menselijke fout, die wordt enorm uitvergroot. Ja, dat door in die digitale wereld. Omdat die gegevens, die worden uitgewisseld met de RDW en met de Belastingdienst. En die worden blind vertrouwd. Maar is toch handig? Dat is wat iedereen zegt, maar is toch handig? Absoluut, absoluut. Het lijkt eigenlijk heel onschuldig en buitengewoon handig. Nou is het natuurlijk, als je weer wegenbelasting bekrijgt, misschien niet per se handig. Maar vanuit een breder perspectief dat we wegenbelasting willen heffen. Helder, en dat we die moeten betalen en dat dat dan automatisch gebeurt. Handig. Absoluut. Nou is het probleem dat zo'n RDW, die neemt eigenlijk een automatische beslissing. Het is niet alleen dat die registratie agent 4040 niet klopt. Agent, dat is agent. Dat is de computer. Ja, bij wijze van spreken. De computer heeft een dienstnummer. Dat wist ik niet. Ja. Dit is overigens dan weer de computer van de RDW, hè? Ja. Dus die zal geen dienstnummer hebben. Ja, maar volgens mij heeft die ook een dienstnummer, want die heeft opsporingsbevoegdheden en heeft dus een dienstnummer nodig. Dat wist ik niet. Nee, als jurist kom je dit soort dingen tegen. Ja. Wat ik me altijd afvraag is, dan staan er altijd van die nummertjes, referentienummers. Ja. En er staan altijd nummers op papieren. Okay. En dan ga ik die nummers onderzoeken. Dat heb ik ook wel eens bij een paspoort gedaan. Dan kan ik een bepaald nummer. Er staat er in mijn paspoort staat een bepaald nummer. Dan kan ik dat nummer niet plaatsen. Waarom heb ik dat nummer? Mm-hmm. Dan ga ik onderzoeken waarom dat nummer er staat. Dan kom je hele interessante dingen tegen. Dat geloof ik best, ja. Kijk, het eerste is, zou ik maar zeggen, zo'n fout die verspreidt zich als een olievlek over die organisaties. Ja. Dat is eigenlijk op zichzelf al vervelend en een probleem. Alleen je zou hopen dat je zo'n fout kunt herstellen. Ja. Dat je op een duur zegt, oh, sorry, foutje, hadden we vergeten. Hè? Maar dan blijkt, ja, zo'n tenaamstelling kan niet met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden. Nee. Zo'n boete,
Want ze heeft die auto natuurlijk niet laten keuren, want ze heeft die auto niet. Dus je kunt het niet laten keuren, dus krijg je een boete. Dat doet de RDW niet. Nee. Die gaan naar het CIIB. Ja. Vervolgens stuurt ze, want ze sturen geen correctieverzoek in eerste instantie. Simpelweg omdat ze het niet met terugwerkende kracht kunnen wijzigen. Maar goed, na telefoontjes van ons, wij kennen de mensen daar goed, deden ze dat alsnog. Was hartstikke sympathiek van de RDW. Maar ja, maar straks ben jij een juridische hulp voor 100.000 van dit soort fouten. Nee, wij doen geen individuele gevallen. Dit was in die zin een bijzondere situatie dat we hierbij betrokken raakten. Maar de RDW kan vervolgens de gevolgen, dus de consequenties van zo'n registratiefout, van zo'n automatische beslissing, niet herstellen. Dat correctieverzoek konden zij niet herstellen. En dit is eigenlijk, denk ik, het allereenvoudigste voorbeeld. Ja. Maar straks hebben we een digitale rechter. Straks gaat het CJIB en de RDW, die vinden het allemaal te moeilijk om dit soort zaken voor een rechter te brengen. Dus die gaan vaststellen bij wet dat dit soort zaken worden afgedaan via e-court. Dus dan hebben we een digitale rechter die zegt, alles is conform de procedure verlopen. Dus we kunnen er echt nooit meer wat aan doen. Dit is eigenlijk inderdaad ook een aardige die je hier noemt. Dit maakt eigenlijk een hele grote sprong naar een van de latere conclusies in het boek. Dus wat je nu eigenlijk zegt is, zo'n rechter toetst wel procedureel, ja, maar niet inhoudelijk. Nee. Is dit nou redelijk? Precies. Is dit nou normaal? Precies. Die vraag van... Wordt niet eens gesteld. Willen we dit? Vinden we dit rechtvaardig? Ja. Vinden we dit proportioneel? Wat er eigenlijk gebeurt is dat mensen, even los van in welke positie ze zitten, maar je ziet het natuurlijk vooral bij de frontline professionals, de mensen die echt direct met burgers te maken hebben, die kunnen eigenlijk geen inhoudelijk oordeel meer vormen. Nee. Ja, dat kunnen ze zelf natuurlijk best wel. Ja. Maar ze kunnen er niks mee. Ik vraag altijd even aan de telefoon, wat vindt u er zelf van? En ik hoor heel vaak, daar mag ik niks van vinden. Dat vind ik altijd, dat is altijd een soort morele overwinning dan. Dan zeg ik, dat lijkt me heel moeilijk voor u. Nou, zo is het natuurlijk niet. Hè? Tenminste, zeker niet bij overheidsdienaren. Kijk, in principe, we hebben de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die zullen jou niet onbekend zijn. En die zijn van ons allemaal. Ja. Hè, dat zijn ethische beginselen. Dat zijn goede beginselen. Juist. Er wordt alleen iets te weinig mee gedaan. Er wordt iets te weinig mee gedaan. En het grappige is dus dat zo'n professional heeft wel degelijk de discretionaire ruimte. Vind ik ook. Nou, dat is geen kwestie van een mening. Dat is zo. Ja, maar ze doen het niet. Nou, dat is denk ik een van de dingen die ik echt probeer inzichtelijk te maken in het boek. Het is niet dat ze het niet doen omdat ze het niet willen doen. Het is omdat het niet kan. Heel vaak wordt op dit soort problemen gereageerd met uitspraken als, ja, maar de professionals moeten meer lef tonen. En ze moeten maatwerk leveren. Als ik één ding probeer te laten zien, is dat kunnen ze niet. Nee. Vroeger kon een ambtenaar letterlijk in de kantlijn van een formulier even bijschrijven. Van, even opletten. Dit is een bijzondere situatie, er zijn bijzondere omstandigheden. Precies. Nu zie je dat je moet passen in de categorieën van het systeem. Je moet het klikje kunnen zetten op het computertje. Anders doet het formuliertje. Anders gaat het formuliertje niet door naar het volgende schermpje. Gaat het formuliertje niet verder. En dit is natuurlijk even bij wijze van spreken. En hoe reageren ze dan? Gaan ze het proberen het computersysteem en het formuliertje beter te maken? Of meer opties? Integendeel. Je ziet precies het tegenovergestelde van wat je nu zegt. Hè? Wat een heel mooi voorbeeld was van hoe ambtenaren toch discretionaire ruimte namen. Ondanks het feit dat dat niet kon was, tot voor een paar jaar geleden, registreerden frontline professionals daklozen waarvan ze wisten die zitten in onze gemeente. Maar ja, die hebben natuurlijk geen adres. Zetten ze een punt op de plek van het adres. Dat noemden ze het puntadres. Praktische oplossing om die mensen toch te kunnen... Zodat het computersysteempje toch verder ging. Precies. Dat is eigenlijk een hele slimme manier van discretionaire ruimte nemen. Wat zou je eigenlijk moeten doen als verantwoordelijke voor dit systeem? Je zou dat moeten zien als een signaal. Hé, hier is blijkbaar maatwerk nodig. Ja. Blijkbaar hebben hier de mensen die het echte werk doen, de politieagenten, de ambtenaar burgerzaken, echt, die hebben hier blijkbaar dus een probleem met de ruimte die er is om de maatschappelijke problemen op te lossen. Nee, het tegenovergestelde gebeurt. Puntadres is nu onmogelijk. Ja.
Is er gewoon... Dus ze gaan naar de ICT-afdeling zeggen, zorg even dat een punt niet herkend wordt. Ja. Probleem opgelost. Ja. En is de... Dat gebeurt dus op het niveau van de verantwoordelijken. Die zeggen, ja, maar dan is het niet meer meetbaar en niet meer toetsbaar. Dus dan hebben wij er geen grip meer op. En is dat dan die kooi? Want ik zie daar twee van die handjes rondom die ootjes heen. Ja. Dat kan je natuurlijk aan twee kanten zien, hè? Dat de burger zit gevangen in de kooi. Ja, het grappige is... Maar het gaat ook om het grip die de overheid wil houden op... Nou, het grappige is dat een van de hoofdstukken gaat over de vraag... Wat weerhoudt nou... Inderdaad, hè, de frontline ambtenaar of de beleidsambtenaar of misschien zelfs wel de systeemverantwoordelijke. Dat zijn op zich geen kwaaie mensen natuurlijk. Hè. Die stappen niet 's ochtends uit hun bed en die denken van ik ga zo'n willekeurige groep burgers op een vervelende manier in de moeilijkheden brengen. De meeste niet. Dus je kunt ze de kost geven. Ze bestaan, maar over het algemeen is mijn ervaring toch als je laat zien aan mensen wat het probleem is. En dit kan ons allemaal overkomen. Ja. Laten we even wel wezen, het is natuurlijk niet alleen maar dak. Jij met jouw stichting hebt natuurlijk ook te maken gehad met mensen die eigenlijk prima geslaagd waren. Die ook in dit soort problemen kunnen komen. Het kan ons allemaal. Ik werd gebeld door een collega van een adviesbureau in Den Haag. Heel simpel voorbeeldje ook. Had een huis gebouwd, was nog niet helemaal af. Had natuurlijk zijn oude huis te koop staan. Er komt iemand langs, doet een goed bod. En hij zegt ja, want hij denkt, nou, het is een goed bod. En ik heb nu nog geen huis. Maar weet je, we hebben een vakantiehuisje. Het was zomer. Die maand komen we wel door. Ja. Nou, dat moet je dus niet doen. deze man had paniek aan de telefoon. Het kan ons allemaal... We kunnen allemaal klem raken. Over het algemeen is het zo dat als je dit aan mensen laat zien... dat verantwoordelijke ambtenaren echt wel aangesproken zijn door... de ernst van het probleem. Alleen de grap is, ook ambtenaren zelf zitten gevangen in die digitale kooi. Dat is eigenlijk wat we in die 10 mechanismen beschrijven, is eigenlijk dat we willen laten zien hoe ze elkaar eigenlijk allemaal versterken en hoe ze elkaar eigenlijk allemaal vasthouden. Ja. Waardoor het zelfs voor een systeemverantwoordelijke niet zo heel eenvoudig is om zo'n probleem op te lossen. We willen niet alles weggeven van die 10 punten die jij tegenkomt. Want we gaan mensen toch ook adviseren om deze materie even tot zich te nemen. En dit is te lezen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat jouw boek terechtkomt bij die systeemverantwoordelijken. En dat ze, of bij wethouders. En dat mensen op bestuurlijke plekken hierover gaan praten. En dat wordt een klein beetje kracht bijgezet misschien door het feit... want we zullen ongetwijfeld dat soort mensen ook naar Café Weltschmerz kijken... omdat ze stiekem wel weten dat wij interessante onderwerpen behandelen. Jouw geloofwaardigheid wordt een beetje versterkt door het voorwoord van meneer Cenk Willink. Dat is niet zomaar een naam die in de openbare dienst van het land Nederland... zoals jij mij vertelde, 3 jaar geleden een stuk schreef wat de inspiratie voor jou was om dit nader te onderzoeken en dit boek te schrijven. Ja, wat een zin was van Herman Cenk Willink uit een lezing die ik inderdaad las, was dat hij eigenlijk zei wat de grote tragiek is van onze tijd, om even in de termen van Café Weltschmerz te blijven, is dat de samenleving steeds diverser wordt. Maar dat de overheid eigenlijk steeds meer uniformiteit afdwingt. En ik vond dat een hele inspirerende zin. Hè? Ik moest echt denken van ja, dat is natuurlijk ook de botsing van twee succesverhalen. Hè, aan de ene kant het succesverhaal van... Het recht op gelijke behandeling? Nee. Ik bedoel eigenlijk veel meer het succesverhaal van de liberale democratische samenleving die we hebben. En dat we ons vrij kunnen ontwikkelen. Wij kunnen eigen keuzes maken, we kunnen onze eigen levensheid, we hebben enorme mogelijkheden om onszelf te zijn, hè, om ons te emanciperen. Dus enorm succesverhaal. Ja, meer dan ooit. Meer dan ooit. Dat vergeten we wel eens. Het andere succesverhaal is het succesverhaal van de overheidsautomatisering. Want laten we ook niet vergissen, de automatisering van de overheid is
ook een succes. Ja, want het garandeert iets meer objectiviteit. Het garandeert iets meer objectiviteit, maar er is denk ik nog een veel belangrijkere reden waarom het een succes is. Je moet niet vergeten, hè, we klagen vaak over de inefficiëntie van de overheid. Bedenk dat, nog maar heel kort geleden, hè, echt iets meer dan een decennium geleden, deden natuurlijk ongelooflijk veel diensten hetzelfde werk. Hè, bijvoorbeeld, een politie ging op het laatst bekende adres controleren of de verdachte daar misschien was. De woningbouwvereniging ging op datzelfde adres controleren of er misschien sprake is van onderhuur. Nou, en dit zijn er twee, maar ik kan er, als ik even nadenk, nog wel zes. Dus gekoppelde systemen op zich best een goed idee. Wat er gebeurt, hè, op het moment dat die mensen van één adresbestand gebruik maken, in plaats van dat ze allemaal een eigen registratietje bijhouden, is dat op het moment dat die agent controleert, is die persoon daar, dan heeft die eigenlijk ook al gewerkt voor de sociale dienst, voor de woningbouw en voor al die andere organisaties die eigenlijk ook op dat adres moeten zijn. Dus je voorkomt ongelooflijk veel dubbel werk. Ja. In die zin is het, hè, want wat dat betreft is het boek ook geen aanklacht tegen ICT. Het is een aanklacht tegen ondoordachte ICT. En we hebben op een paar punten, en eigenlijk toch wel, hè, flink wat punten in Nederland, een vrij ondoordacht systeem opgezet. Ja. Met twee problemen waar ik jouw mening graag over wil vragen. We hebben wel ook een enorme surveillance. Dus we hebben heel veel camera's. En dus met die systemen, het feit dat de overheid wel echt heel erg veel over ons weet. En dat dus er ook informatie beschikbaar komt bij bijvoorbeeld de ambtenaar van de sociale dienst, die eigenlijk alleen maar bij de politie thuis hoort. Privacy, hè, want daar heb je het nu over. Daar gaat dit boek niet over. Gegevensuitwisseling en de problemen van gegevensuitwisseling worden bijna altijd in de privacyhoek getrokken. Ja. Wat ik juist heb willen laten zien is, ik kan veel concreter maken wat het probleem is wat jij als burger krijgt door onderdachte gegevensuitwisseling. Wat ik namelijk, en in zekere zin zou je dat ook een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer gigantisch kunnen noemen. Gigantisch. Op het moment. He, zoals inderdaad in het voorbeeld van Saskia met haar auto wat ik net geef. De politie een fout maakt. Ik krijg als een deus ex machina aanslagen van de RDW, aanslagen van de Belastingdienst, aanslagen van het CIB. Het is mijn verantwoordelijkheid als burger om die fout te constateren, want die systemen zijn natuurlijk stekenblind. He, dus als ik niet reageer als burger, dan gaat niemand zien dat dit probleem bestaat. Vervolgens blijken ze niet in staat om dat probleem te corrigeren. Ik moet naar de civiele rechter om schadevergoeding te eisen. Nog meer. En die civiele rechter zegt in principe heeft de overheid niks fout gedaan, want ze hebben de regeltjes gevolgd. Nou, dit gaat waarschijnlijk deze maand naar de rechter. En dat wil ik nog wel eens zien. Oké. Hoofdstuk 8 heb ik eigenlijk de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uitgewerkt. Helemaal toegepast op dit soort problemen. Nee, ik wil nog wel eens zien inderdaad of een rechter dit zegt. Want dit effect, dat noem ik de correctiewaterval. De enorme administratieve last die je een burger oplegt hiermee. Terwijl hij heeft helemaal geen fout gemaakt. Nee. En je bent niet eens in staat om zelf rechtsherstel te leveren. Het grappige is, al die organisaties hebben het geprobeerd. Hè? Ze waren niet onwelwillend. Ze hebben geprobeerd rechtsherstel te plegen. Ze hebben geprobeerd onterecht bepaalde boetes terug. Belastingdienst heeft geprobeerd om de wegenbelasting. Is gewoon niet gelukt. Dat is toch wel frappant. Ja. Want je zou toch denken dat er ergens in die wetten een mogelijkheid is om even een dingetje door te halen. Het is geen juridisch probleem. Het probleem is, waarom lukt het bijvoorbeeld het CIB niet om dit probleem op te lossen? Ze hebben allemaal verschillende redenen, hè, overigens. Het CIB lukt het niet ten eerste omdat ze helemaal geen overzicht kunnen maken van boetes op naar een mens gespecificeerd. Zij werken met zaken.
Ja, dus zaaksnummers. Zaaknummers. Gekoppeld dus, aan BSN-nummers. Ja, precies. En, ze moesten het CIB-nummer hebben. En ja, dat konden ze zelf niet vinden. Gelukkig, hè, wij hebben toen gebeld naar de RDW. Kunnen jullie dat wel? Zij konden dat wel. Maar we hebben die CIB-nummers naar het CIB gebracht. Maar dat konden ze nog niet. En dat komt omdat alleen maar de gegevens van het afgelopen jaar in het systeem zitten. Overigens was het een heel ludiek briefje wat de desbetreffende, ik zal geen namen noemen, want dat lijkt me vervelend. Maar het was een heel ludiek briefje wat ze opstuurden. Er stond namelijk, we hebben dat geld al lang overgemaakt aan Den Haag. Misschien kunt u het daar proberen. Toen moest ik wel denken, wow. Goh, als ik een verkeersboete krijg. En ik zou schrijven van, goh, ik ben net naar de Albert Heijn geweest. Weet je wel. Misschien kunt u het daar halen. Ja, ik moest wel een beetje lachen inderdaad in hoe het verwoord werd. Ik heb mijn geld net uitgegeven, dus u bent te laat. U bent te laat. Probeer het volgende maand nog een keer. Probeert u het volgende maand nog een keer. Natuurlijk heel ludiek eigenlijk. Maar daar zit duidelijk dus een probleem in het feit dat zij, even in technische termen, zij kunnen geen rollback doen. We kunnen wel automatisch een besluit nemen. Dus automatisch consequenties verbinden aan de registratie van een ander. Maar ze kunnen niet op het moment dat dat fout gaat, eigenlijk al die gevolgen die ze daaraan hebben gekoppeld, verhogingen, noem het allemaal maar op, ups, weer omdraaien. Dat kunnen ze niet. RDW kan om een andere reden geen rechtsherstel leveren. Waarom niet? Zij kunnen dat op een veel fundamentelere manier niet. Ze kunnen namelijk gewoon geen wijziging erin doen met terugwerkende kracht. De Belastingdienst kon om nog weer een andere reden geen rechtsherstel leveren. Daar gaan namelijk alle gegevens, na een paar jaar, naar een speciale afdeling in Heerlen, die alleen per brief benaderbaar is. De advocaat van Saskia heeft daar brieven heen gestuurd, en nog meer brieven, en na anderhalf jaar hebben we antwoord gekregen. Dan ben je ook wel weer wat proceskosten kwijt in de tussentijd. Haar advocaat, Titia, die heeft er geloof ik nu 250 uur in zitten. Dat is inderdaad Als je dat tegen een bescheiden tarief van 150 euro per uur wegzet, dan zitten we dus nu ex de BTW aan een rekeningetje van 30 ruggen. Ja, nee, dat is, wat dat betreft is echt een doorzettertje. Ik heb heel veel respect voor haar advocaat dat ze dit wil doen en het einde wil zien. Want ja, het is natuurlijk allemaal liefdewerk uit papier. Hè? Ze krijgt er 800 euro voor. Nee, ik weet het. Dit gaat op toevoeging, dit soort zaken. Dus dan vergissen mensen zich wel eens in. Dan zeggen, ja, maar u kunt dit toch pro deo doen. Maar dat is inderdaad 800 euro. Nee, dat verdient heel veel respect dat advocaten met een eigen praktijk dit willen doen. Ja. Maar wat kreeg ze uiteindelijk te horen? Dit is geen bijzonder geval. Want een bijzonder geval is namelijk gedefinieerd als dat je een probleem moet hebben met twee verschillende afdelingen van de Belastingdienst. Okay. En ze had natuurlijk alleen maar te maken met wegenbelasting, dus in de context van de Belastingdienst. Dus, ja, was dit, in hun context was dit geen bijzonder geval? Geen bijzonder geval. Mijn hemel. Even terug naar meneer Cenk Willink. Ja. Naar die zin. Ik heb 3 jaar geleden heb ik ook een artikel geschreven onder de titel De Digitale Kooi. Toen had ik het denk ik allemaal nog niet zo goed door als ik nu door had. Toen ging ik eigenlijk alleen maar over mijn zoektocht naar waarom. Weet je wel, ik bedoel, we hebben zoveel van dit soort verhalen gelezen. Hè? We hadden in het voorgesprekje net even over Ron Kausalea. Maar er zijn zoveel voorbeelden. Ik noemde Ron Kausalea omdat iedereen weet dat de minister in de Tweede Kamer zijn excuses heeft aangeboden in 2009. Het was geen vraag of hier een fout was gemaakt. En het was ook geen vraag of er op het hoogste niveau de wil was om dit te herstellen. En nou, 2013, 4 jaar daarna, was in nieuws, even in 1 Vandaag te zien, zo'n terugblik op 20 jaar nieuws, is het gelukt? Is het opgelost? Nee, was het 2013 niet opgelost. Dus ik dacht toen ik dit boek schreef, ik bel die journalist even om te vragen, inmiddels nog 4 jaar later. Is het opgelost? Is het inmiddels opgelost? Nee, is het inmiddels nog niet opgelost. Dus ik was helemaal gefascineerd door de vraag van, hoe kan het nou werkelijk dat wij in 9 jaar niet een fout in een registratie kunnen herstellen? Dat was mijn, en daar ging dat artikel over, dat ik eigenlijk probeerde aandacht te vragen voor dat probleem. Ik had zoiets, als je dat niet kunt, dan dit probleem. Maar dit probleem wordt erger, hè?
Dit probleem groeit, dat klopt. En dat... Dus ik ben blij dat je dit boek nu schrijft, eigenlijk dus al 10 jaar te laat. Nou, wacht. Oh, sorry, zeg ik iets verkeerd. Ja, nee, dan zeg je iets verkeerd, omdat grappig genoeg is het natuurlijk zo dat inderdaad, hè, 10 jaar geleden, of iets meer dan 10 jaar geleden, is dit echt in een stroomversnelling gekomen, deze hele ontwikkeling. Maar voordat we dit allemaal begonnen te doen, was er een veelbesproken publicatie, een kwestie van uitvoering, maar die is beter bekend geworden onder de naam Belgen doen het beter. Blijkbaar was dat meer catchy. In die publicatie stond al een voorbeeld beschreven van de Belgische situatie met de Kruispuntbank. Hè, waar ze dus de zaak op een totaal andere manier hebben geregeld dan in Nederland. Hè, ze zeggen daar ook eenmalige gegevensuitvraag. De Belastingdienst weet jouw inkomen. De gemeente weet jouw adres. Als de gemeente meent jouw inkomen te moeten weten, dan gaat hij dus naar de Kruispuntbank. Die is leeg, daar staan helemaal geen gegevens. Daar staat alleen maar, mag de gemeente bij de belasting kijken naar jouw inkomen. Ja. Zodat je ook weet, een gegeven is altijd maar op één plek. Ja, dus je zet een schotje neer. Je zet altijd een schotje neer. Dat systeem... Dat lijkt dan alsof daar men geeft om de rechten van de burger. Nou, ik was vrij recent in België. Ik word elk jaar uitgenodigd om daar in de jury te zitten voor een prijs. En toen zei ik dat nog, weet je wel. Ik was toen nog dat boek aan het schrijven en ik vertelde nog. Toen zei ze, nou, vergis je niet. Inderdaad, de Kruispuntbank is goed geregeld. Maar het soort problemen wat jullie in Nederland hebben, hebben wij in 80% van de overheden in België ook. Ja, je zou... De reden waarom ik het zei was... Dat systeem van de Kruispuntbank lost een aantal problemen op. Hè. Lost bijvoorbeeld ook privacyproblemen op. Mm-hmm. Ben ik in staat om dingen te controleren? Het grappige was dat die betere technische oplossing was 10 jaar geleden niet onbekend. Nee. Hè, dus het is niet zo van dat dit boek te laat is in de zin van we hadden geen idee. Nee, toen wisten we het ook al. 10 jaar geleden wisten we het ook al. Gewoon genegeerd. Nou, de redenen waarom het toch anders gelopen is, zijn denk ik heel divers. Hè? Kijk, een van de redenen waarom het zo gelopen is, is de digitalisering van de overheid in Nederland is betaald door de gebruikers. Ja. Dus bijvoorbeeld een SVB en een Belastingdienst en een zorgverzekeraar. Daar zit een consultant en die zit te kijken, ik heb zoveel kosten aan arbeid en wat kost mij een mooi systeempje? Precies. Kijk, je moet bedenken, hè, bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, die is... ongelooflijk blij met bijvoorbeeld de basisadministratie personen. Ja. Een van die basisadministraties. Waarom? Ja, dat wordt natuurlijk een enorme taak overgenomen die je anders als bedrijf zou hebben. Om een adresbestand hierbij te houden. Precies. Dus ze wilden best investeren, want het is ook duidelijk dat dat een kostenbesparing oplevert. Ja. Het is natuurlijk ook duidelijk dat je een hele gezonde business case hebt als je dit doet voor je primaire proces, want dat komt heel veel voor. Het is ook duidelijk dat als je dat gaat doen voor zaken die veel minder voorkomen, of bijvoorbeeld, ook een leuke, voor groepen die misschien best regelmatig voorkomen, maar waarvan je weet, hey, 80% van deze groep is ook wanbetaler. Denk aan daklozen. Dan heb ik wat minder de neiging mijn eigen geld daarin te investeren en om dat proces te automatiseren. Dus wat we gedaan hebben in Nederland is wel die primaire processen automatiseren, niet de correcties, die zijn veel minder massaal. Nee. Met het idee, dat doen we wel handmatig. Ja, we werpen een hele hoge barrière op, zodat de meeste mensen al afhaken bij de gedachte. Nou, ik denk niet dat dat zo... T-Mobile werkt zo. Ik denk niet dat dat zo intentioneel is geweest. Ik denk dat het veel meer ignorance is geweest. Domheid, niet begrijpen. Of winstbejag. Dat bij sommige organisaties zal er ook echt wel winstbejag bij hebben gezeten. Maar ik denk dat een veel belangrijker factor is dat het ze in die zin is overkomen. Opeens staat het systeem zo centraal dat je zonder dat systeem een besluit helemaal niet meer ten uitvoer kunt brengen. Mm-hmm. En dan heb je opeens een probleem. Ja. Ja, want dan ben jij niet de beslisser, maar dan is het systeem de beslisser geworden eigenlijk. Dat is precies wat er is gebeurd. Er komt geen mens meer kijken bij zo'n beslissing. Nee. Echt letterlijk niet, hè? Nee.
Dat, even voor jouw informatie, dat is je ziet de helft van de beslissing. Je ziet vaak staan met vriendelijke groeten T-Mobile en dan een handtekening. Mm-hmm. Een automatisch gegenereerde hand. Maar er staat dus geen. Dus met vriendelijke groeten T-Mobile of KPN of de ontvanger van de belastingdienst. De ontvanger. Maar er staat wel een handtekening. Dan denk ik, wie? Welke mens? Mm-hmm. Hè, want ik heb dat wel eens gezegd. Als ik het adres van het systeem heb, graag, want dan kan ik het dagvaarden. Maar het adres heeft, het systeem heeft geen adres. Nee. En de mensen die voor het systeem werken zeggen, wij zijn niet verantwoordelijk. Mm-hmm. Dus als wij hierop doorborduren, hè? Zo'n boek is belangrijk. Mm-hmm. Het is belangrijk dat het gelezen wordt door de mensen die moeten nadenken over welke systemen ze implementeren en hoe ze die systemen aanpassen voor niet alleen gebruiksvriendelijkheid, maar ook volgens die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die je ook zou kunnen toepassen op een commerciële organisatie als een zorgverzekeraar natuurlijk. Want eigenlijk doen die ook een publieke taak. Ja. En je kunt zeggen wat je wil, maar een mobiele netwerkaanbieder en de KPN, die zijn wel geprivatiseerd. Maar net zoals de NS, ze hebben toch een publieke taak. Als wij hierin doorgaan, hè? Mm-hmm. In die dehumanisering van onze processen. Mm-hmm. Wat voor samenleving gaan we dan in? Wordt het dan zoals Kafka? Krijgen we dan gewoon psychiatrische patiënten omdat we gek worden van het systeem? Ja, ik denk inderdaad dat we een vervreemdende samenleving krijgen, ja. Ik denk dat je dat ook wel... Je kunt niet boos worden op het systeem. Het heeft geen emoties. Het is heel lastig. In die zin, je vecht tegen een anoniem monster. Ja. Zeker. Kijk, wat... Ja, misschien toch heel even van, waarom gebeurt dat nou eigenlijk? De grap is natuurlijk, de overheid digitaliseert, maar die burger niet. Hè? Dit is een ander boek, dat heb ik niet geschreven, maar een dag nadat mijn boek uitkwam, promoveerde Marlies van Eck op geautomatiseerde ketenbesluiten en rechtsbescherming. Ik vond het fantastisch om te ontdekken. Onomwonden titel. Dat iemand jaren met hetzelfde is bezig geweest en dat we kenden elkaar helemaal niet. En dat we een dag na elkaar daarmee uitkomen. Dat is natuurlijk toch wel heel grappig. Wat zij in haar dissertatie laat zien. Zij heeft twee case studies gedaan. Eén bij de Belastingdienst. En daar worden soms met opzet categorieën gemaakt die wat ruimer zijn. Uit praktische overwegingen. Want anders krijg je heel veel kleine categorietjes. Ja. Met als gedachte dat kan, want er is de mogelijkheid van beroep en bezwaar. Maar daarmee leg je dus de verantwoordelijkheid om fouten die je als overheid maakt... Leg je bij de burger neer. Om die te ontdekken, leg je bij de burger neer. Ja. En die moet dus in beroep gaan en bezwaar maken. En allerlei kosten maken en tijd, terwijl die al keihard aan het werk is. Omdat het systeem van de meeste burgers al genoeg activiteiten vraagt. En het grappige is inderdaad, zo'n burger die digitaliseert en automatiseert zijn beroep niet. Nee. Want dat is niet mogelijk. Nee, het burger zijn is moeilijk te digitaliseren. Heel lastig te automatiseren. Bovendien, omdat natuurlijk voor de overheid ook de marginale kosten afnemen van het nemen van besluiten. Want ja, er komt geen mens meer bij kijken. Daar kun je natuurlijk heel goed ook de enorme stijging van het aantal besluiten wat een overheid neemt uitverklaren. Want dat stijgt ook enorm. Ja, met allerlei bijbehorende rechtsgevolgen. Ja. Want fijn, vroeger moest je één besluit, deed een dag over om dat te schrijven. Nu spuug je er 400 uit in een uur. Ja. Met allemaal rechtsgevolgen. Dus wat gebeurt er als we op deze lijn doorgaan? Dat is, we leggen een enorme administratieve last. Ik noem het echt gewoon maar een correctiewaterval. Neer bij de burger. Dus ook dat die ook niet opgeleid is om dat te doen. Want tegenwoordig moet je als burger, om al die brieven te lezen die je krijgt, bijna een rechtenstudie gedaan hebben. Ja. Kijk, en het grappige is ook, wat jij nou net zegt met dat voorbeeldje van T-Mobile. Wat T-Mobile, waarom zetten ze daar zo'n lachende foto op en inderdaad met vriendelijke groet en handtekeningen? Dat is omdat dat klantvriendelijk overkomt. Wat mensen heel vaak misbegrijpen is het verschil tussen klantvriendelijk zijn en de burger centraal zetten. De burger centraal zetten is je echt afvragen
Wordt die burger hier nou beter van? Ja, we gaan hier een inbreuk plegen. Of wordt hier eigenlijk de organisatie beter van? Ja. En in 9 van de 10 gevallen is het natuurlijk gewoon fijn voor de organisatie. Ja. Helemaal niet. Als je ook als maar dat komt omdat al die consultants in de jaren 90 en begin 21ste eeuw zeiden... U moet de burger als klant gaan benaderen. Ja, de burger is geen klant. Wat een onzin. Nee, maar het, echt, je wordt als... Je moet als hè, dat is de term die ze gebruiken. Maar het is natuurlijk niet klant. Ja, enerzijds wel, want hij komt geld brengen. Dus we gaan kijken hoe kunnen wij onze processen optimaliseren... zodat onze organisatie het meeste haalt uit wat wij mogelijkerwijs uit die burger kunnen sleuren. En dan krijg je opmerkingen van onwelwillende burgers... en een terechte opmerking van... ja, maar ik betaal jouw salaris. Met mijn belasting zit jij hier en niet alleen zit jij hier al omdat ik wil dat jij iets regelt voor mm-hmm. mij. Maar vervolgens ga je mij op oneerlijke wijze lastig zitten vallen. Mm-hmm. En dan begint dus de burger een hekel te krijgen aan zijn overheid. Oh ja, maar ik denk ook 10 jaar geleden toen met die publicatie van een kwestie van uitvoering. Toen zei Arthur Dokters van Leeuwen, natuurlijk ook een grote naam in overheidsland. Die zei al, het is voor een heel belangrijk deel helemaal geen politiek probleem. Dat speelde natuurlijk in de tijd van Fortuyn, waarin mensen zeiden van ja, politiek probleem. En zei, nee, het is helemaal geen politiek probleem. Weet je waar die burger echt te maken krijgt met die overheid? Het is aan het loket. Ja. En als hij dus gewoon niet als mens behandeld wordt, ja. Maar als een nummer. Ja. En dat hij dus inderdaad een enorme verontwaardiging krijgt, daar begint die... Ja, en je moet iemand verantwoordelijk houden. Ja. En je kunt het systeem niet verantwoordelijk houden. Dus dan wijs je naar de politieke partijen die dit, onder wie dit is gebeurd. Ja. Die er zelf eigenlijk ook niet van wisten. Dat is natuurlijk ofwel, en dan is het echt kwaad. Als er natuurlijk één onderwerp niet in de politiek besproken wordt en totaal niet gepolitiseerd is. En dan is het de burger. Dan is het dit onderwerp. Ja, nou, en de burger eigenlijk, de belangen van de burger. Nou, kijk, dat weet ik niet. Ik denk op zeker Kamerleden. Als je ze de mogelijkheid geeft om te begrijpen wat er speelt voor een burger, dan zijn die best bereid om voor een burger te vechten. Bied jij de Kamerleden dit boek aan? Ik zou best willen. Feit is, ik heb er niet zoveel. Dus ik heb net toevallig vandaag heb ik een site gemaakt. Digitalekooi.nl. Waarvan ik dacht, ik ga dit, want mensen hebben ook weinig tijd. Zet ik even de belangrijkste punten echt op één A4'tje. Ja. Zodat het makkelijk te verteren is. En ik dacht, daar ga ik inderdaad heel even een paar Kamerleden mee aanschrijven. Die ga je even erop wijzen? Die ga ik er even op wijzen, inderdaad. Gaan ze dan wat mee doen? Gaan ze je uitnodigen? Ja, ik denk dat de politiek hier inderdaad wel iets mee zou willen doen. Omdat ik denk dat veel politici ook gewoon moeite hebben om te begrijpen... hoe krijg ik vat op wat hier gebeurt? Ja. Dat is ook een heel belangrijke reden geweest voor mij om bijvoorbeeld die algemene beginselen van behoorlijk ICT te schrijven als een kwaliteitskader. Zodat gewone mensen, hè, burgers, maar ook politici zijn ook gewone mensen. Ja, daar staan zonder dat je een technische opleiding nodig hebt of dit helemaal moet begrijpen, dat je toch kwaliteitseisen kunt stellen. Je kunt zeggen, als het dit en dit en dit niet kan, dan weten we dus nu al... dat burgers daar enorm door in de problemen komen. Dus, beste minister, laat eens zien. Ja. Dat je ze een kwaliteitskader in handen geeft. Ik hoop dat... En is dat wat je aanbiedt? Een kwaliteitskader en niet zozeer oplossingen... als wel denkrichtingen. Van, oké, als je dit nou ziet gebeuren... Mm-hmm. Dan is het eigenlijk de grote gemene deler is dat er dit aan de hand is. En dan moet je daar in die richting gaan kijken naar je oplossingen. Ja, nou dat heb ik toevallig inderdaad. Het grappige is inderdaad. Ik stelde me heel even voor. Wat zou die vragen? En dit was een van die dingen inderdaad waarvan ik dacht. Dat zou die wel eens kunnen vragen. Even voor de mensen thuis. Dit is dus niet van tevoren besproken. niet besproken. Het grappige is natuurlijk dat voor een heel belangrijk deel is het allebei. Neem bijvoorbeeld zo'n beginsel als het recht op centrale correctie. Ik denk dat een goede norm zou zijn alle rechten die je als burger kunt verliezen met één registratie. Ja. Zou je ook weer terug moeten kunnen krijgen via die ene. Via één registratie.
Dat is niet alleen een norm, dat is niet alleen een kwaliteitsregel. Het is voor een heel belangrijk deel natuurlijk ook een oplossing. Weet je dat dat al eens een keer besloten is door de Hoge Raad? Je meent het. Dat dit zo zou moeten kunnen, maar dan in een civiele zaak. Nee, dat wist ik niet. In het desdochtersarrest. Als er meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor één schade veroorzakend geval, dan is het voldoende om één van die veroorzakers aan te spreken. En die mag vervolgens naar al die anderen gaan om te zeggen, ja, maar jullie hebben hier ook aandeel aan gehad. Dus je kan gewoon, al in dat geval van Saskia, zou ik het zwakste schaap pakken, dat is de Belastingdienst. Ja. Die zou ik dagvaarden. Dan zou ik zeggen, dan ga jij het maar bij de RDW en bij de politie uitzoeken. Ja, nee, je hebt gelijk. Maar misschien wordt dit net even iets te juridisch. Te juridisch. Maar dit is civielrechtelijk. Ja. Saskia doet dit nu ook, hè? Saskia. Die is civielrechtelijk aan de slag. In iets wat eigenlijk bestuursrechtelijk geregeld zou moeten kunnen worden. Want dan zijn we geen 30.000 euro advocaatkosten kwijt. Precies. Dank u. Wat je zou willen is inderdaad dat die burger niet naar de rechter hoeft. Los het gewoon op. Ja, los het gewoon op. We weten dat het niet klopt. Iedereen wil Saskia eigenlijk helpen. Ja. Er is helemaal geen reden om naar de rechter te gaan, want ze zijn het niet eens oneens. Nee. Ik zat een keer bij het Hof, bij het Hof in Arnhem, in een belastingkamer. Mm-hmm. En er zaten drie raadsheren. En dus ook vrouwelijke versies daarvan. Maar die zeiden, ja, helemaal. Fascinerend wat u hier vertelt, hoe deze burger extreem klem is komen te zitten in het systeem. Ja. En het is echt gewoon een gevalletje operatie geslaagd, patiënt overleden. Dat ze ook zaten van, ja, maar u weet dat wij alleen maar kijken of alles rechtmatig volgens de systemen is gebeurd. Ja. En dus u begrijpt dat wij een afwijzend arrest gaan wijzen. Ja. Maar ja, we wensen u veel succes om de samenleving duidelijk te maken dat dit een probleem is. En dan denk ik, wauw, er zitten dus drie rechters die het in principe mee eens zijn. Ja. En zelfs die zeggen, nou ja, wij zijn door de wet aan handen en voeten gebonden. Wij kunnen uw cliënt ook niet helpen, ook al heeft u gelijk. Ja. Ze zeiden, u heeft gelijk, maar wij mogen het u niet geven. Nou, dat is een hele leuke, is echt een heel leuk onderwerp. Hè? En ze zeiden het letterlijk. Kan de rechter dit probleem oplossen? Ik denk dat het antwoord daarop nee is. Ik weet het zeker, want ik heb het meegemaakt. Ja. De rechter kan dit probleem niet eens oplossen. Het grappige is inderdaad, dat zie je dus ook inderdaad bij dit soort problemen. Hè, en dat staat eigenlijk nog beter in die dissertatie van Marlies van Eck dan in mijn boek, moet ik heel eerlijk bekennen. Zij laat mooi zien dat een rechter eigenlijk die beslisregels, die bijvoorbeeld de Belastingdienst of wie dan ook hanteert om automatisch een besluit te nemen, dat hij die helemaal niet kan toetsen. Om heel veel verschillende redenen. Hè. Bijvoorbeeld de SVB zegt gewoon, we geven die beslisregels niet. De Belastingdienst wilde ze wel geven, maar bij de Belastingdienst waren ze niet te begrijpen. maar je moet ook bedenken, dat zijn er zoveel in omvang, dat het gewoon niet echt praktisch onmogelijk is voor een rechter om dat te toetsen. Dus er zit een heel stuk pseudo-wetgeving, die volledig intransparant is. Beleidslijnen. Dus een juridische oplossing, hè? Even voor de politici die kijken. Ja, is er niet. Zo van, we laten het aan de rechter. Ja, niet doen. Niet doen. Je zult echt je eigen hoofdje moeten breken over dit probleem. Ja. Nee, dat is, en die bereidheid. Ik denk inderdaad dat interesse, maar ik denk ook wel, in die zin ben ik een heel positief ingesteld mens. Ik denk dat het in heel veel gevallen geen onwil is. Maar dat deze problemen, vooral het waarom van deze problemen, heel slecht begrepen wordt. En dat heb ik eigenlijk echt toegankelijk willen maken. Hoe komt het nou? Wat zijn nou de mechanismen waardoor dit vastloopt? En daarmee hoop ik politici een handvat te geven om dit probleem op te lossen. Want ik denk dat uiteindelijk, er staan heel veel goede ideeën in dit boek, denk ik zelf. Mm-hmm. Maar goede ideeën worden nooit werkelijkheid omdat goede ideeën zijn. Ik heb je synopsis gelezen. Ik vind dat er goede ideeën in staan. Dat vind ik fijn om te horen. Kijk, er zal noodzaak moeten komen. En die noodzaak zal de politiek moeten scheppen. De noodzaak voor
echte afrekenbaarheid. Kunnen wij politici zelf in dit probleem brengen? Kunnen we de auto stelen van een politicus die hierover gaat? En gewoon dat die auto dan gewoon... Hè, dat doen we dan voor de vorm. Dat leggen we netjes bij de notaris neer. We laten die auto wegtakelen. En vervolgens sturen we meteen een brief van de RDW en de Belastingdienst erachteraan. En dan leggen we hem vast in dat net. Zo. Ik heb wel een politicus op het oog. Zelf? Nee? Ik denk dat het probleem... Zou dat helpen? Wie niet horen wil, moet maar voelen. Ik zou zeggen, opsturen, aansprakelijk stellen, 14 dagen de tijd geven om er wat aan te veranderen. Zo niet, wie niet horen wil, moet maar voelen. Even, ik leg het even voor je neer. Denk je dat het dan beter landt? Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen zich wel bewust zijn van het probleem. Hè. Ik denk eigenlijk dat het niet... Ik denk ook bijvoorbeeld op het hele ministerie van Binnenlandse Zaken. Niemand denkt dat dit geen probleem is. De reden waarom we geen zin hebben om erover te praten, is omdat we het heel moeilijk vinden om over een probleem te praten als de oplossing nog niet zichtbaar is. Aha. Ik denk dat althans, dat is mijn veronderstelling geweest bij het schrijven van dit boek, dat ik gedacht heb, als je mensen, als je het echt begrijpelijk maakt voor mensen, dan wordt het ook veel makkelijker inderdaad om te bedenken wat de oplossing is. Ja. En dan wordt het misschien ook wat makkelijker voor politici om dit te bespreken. Volgens mij hebben wij nog een hele lange weg te gaan. Vooral omdat we nog steeds doorkachelen de verkeerde kant op. Mm-hmm. Er worden nog steeds meer systemen en meer ondoorgrondelijke beleidsregels gemaakt door allerlei mensen met goede bedoelingen. Die bezig zijn om die digitale kooi, om daar om de tralies nog wat dikker te maken daarvan. Mm-hmm. Ik denk niet dat dit ons laatste gesprek was. Want volgens mij kunnen wij nog veel meer bespreken. Maar in eerste instantie zou ik onze kijkers willen aanraden om je boek te bestellen en te gaan lezen. Maar om een klein beetje een incentive te geven. Je hebt, ik zie daar 4 exemplaren liggen. Daarvan gaan we er 3 getekend weggeven. En 1 gaat er bij ons in de administratie. We gaan 3 getekende exemplaren gaan wij weggeven aan kijkers van Café Weltschmerz. En met een boodschap van meneer Witlak. En ik denk dat wij moeten afspreken dat wij over 6 maanden nog eens een keer gaan evalueren. Lijkt me hartstikke leuk. Over 6 maanden is de staatssecretaris met een visie gekomen. Want ik hoorde een ambtenaar zeggen dat hier in juni een visie op gaat verschijnen. Gaaf. Dus, dan willen we die staatssecretaris hier ook hebben. Over 6 maanden kunnen we daar misschien over verder praten. Gaan we doen. Arjan, bedankt. Ik vond het leuk om te zijn. Dankjewel. Tot ziens.